Ja, ik weet het. Hoppa. Hij gaat op de goede kant. Is dat een graskarper? Dat weet ik niet. Ja. Ja? Ja? Oké, ik ga niet te vroeg juichen. Nog steeds? Oh. Holy shit. Geweldig. Nou, hopen dat hij eraan blijft zitten. Waar ligt je matje, joh? Bij de brommer, volgens mij. Graskarp in Apeldoorn. Oké, hoe lang heb je hier gezeten, Jeroen? Een uur. Hoeveel heb jij misgeslagen, Jeroen? Ik ben 6 haken kwijt aan de boom achter me. 6 mis. Kneus. Misschien 7. En hoe vaak heb jij golden, Jeroen? Keer af 20. Dit kan wel even duren, hè? Dat visje. Kun jij deze misschien even vasthouden? Dan ga ik even met jou. Ga maar gaan. Hoi. Niet heel erg. Een van de weinige graskarpen in Apeldoorn. Mooie vis. Mag je dat maken? Ja, aan één kant. Toch die graskarpen. Ik zag die donkere kop. Ja, ik dacht, volgens mij is dat geen gewone. Zo. Ik ben toch blij dat ik die andere gemist heb. Want ik heb nog nooit een graskarper hier in Apeldoorn gevangen. Hier bro, telefoon. Jij hebt al gevangen. Ja. Als dat hetzelfde is. Als dat hetzelfde, ik denk het toch? Denk ik niet. Het is te klein, jou nog groot. Ik dacht dat mijn ook meer bruinkleurig was. Deze is een beetje... Deze is ook mijn bekkleur. Grijzig zwart. Oh, wat duurde dat lang zeg. Dat is een kwaad zeg. Je hebt wel goed lang gewacht bij deze. Ja, ik dacht, nou gaat het hem niet nog een keer. Ja, straks giet hij nu los. Ja, mag... maar, dat maakt niet uit. Dat baal ik wel, maar ik heb in ieder geval vis een beetje gedrild vandaag. Vet hoor. Mijn dobber ligt nog in het water. Niks op de pen gaan vandaag, wel bellen gezien. Helaas geen schepnet meenemen op de brommer. Ik weet hoe ik morgen nog aan. Ik heb broek in. Ik heb een broek voor je in de kast liggen. Oké, dan land ik hem wel. Hier ligt het matje, hè? Ja, ik denk dat dit toch een ander is als die ik heb gevangen hoor. We kunnen het op de foto's terugzien, maar... Nou, hoeveel jaar is dat nog niet geleden? 4, 5? Dan denk je bijna moe. Nog niet. Torpedo. Oh, duikbootje, blijf hier. Ik moet nog niet takken. Mooi licht, ja. Goeie lichtkamer. Je blakbarry. De blakbarry. De barry blak. Die is nou niet moe. Mijn kuttak hier zeg. Haal het dan even weg ook, zo meteen is alles zo gekloot. Even? Ja. Oh, zoals jullie weten, ze vechten pas onder de kant. Godzijdorie man. Slag draaien. Oh. Explosief. Net voordat ik denk dat hij moe begint te worden. Geweldig. Oh. Na een kwartiertje komen we stoppen, want het is donker. Denk ik. Ja, hierna kappen we ermee. Volgens mij voel je zijn staart, of niet? Die slagen. Die ring. Ja, man.
vet. Ik kan nagaan als je zo'n ding van een meter hebt. 5 minuten aan het filmen. Een reel van 5 minuten. In Frankrijk ook, hè? Wist je dat ik net mijn camera pakte toen die vis met zijn hoofd daarheen ging? Heb je dat erop staan? Weet ik niet, toen al heb geklikt. Want ik zat zo erg te kijken naar die vis. Oh. Matje achter. Een beetje laag bij de grond houden, bro. In de bovenkant van zijn bek. Die wel is groter. Dit wordt allemaal te donker, dit. Dan gaan we even naar boven. Die wel is groter, bro. Ja, maar dit is ook wel mooi. Hij is dik. Heb je zijn buik al gezien? In een Apeldoornse stadvijver. Hoe kan het? Geweldig. Ja, voor veel mensen is het een kleintje, maar voor Apeldoorn is het niet. Mooi, aan de bovenkant van zijn bek. Een harde bek heeft het ding. Het wordt donker. Als je een beetje bij het waterkant houdt, kan je het nog zien, hè, Jeroen. Vet. Ja, je kan het echt niet goed zien. Ik heb een camera met Frits, we lopen wel even omhoog. Jij hebt een camera? Kan je de map meenemen? Ik neem de map mee. Kijk jij dat je die niet afgaat? Maak die foto's goed. Dat je niet afgeleid. Maak die foto's goed.